Is de shirt dan? Is mijn shirt dan? Het is schrikken voor de mensen, hè? Ja, voor mij ook. Nou, ik ga weer een programma doen. Haastig is de basis. Showbusiness, hè? Nou, dat heb jij daar nooit van gehoord. Nee. Als grondweg en waterbouw. Vanavond is de première van de nieuwe show van Karin. Nou, daar hebben we heel veel zin in. Jij? Ik zou niet weten waarom niet. Heerlijk. Kijk, Karin, dit is ordinair. Dit was zo niet bij je. Ik ben de enige chauffeur vandaag. Ja, weet alleen niet waar die heen moet. Oh, het lijkt wel een vlees aan de auto. Ik heb een whiplash. We zijn 2 stoplichten verder. 1 dag zonder manager. 1 bak ellende. Kijken naar mijn nieuwe video. We hebben van de week veel gedaan. Hè. We zijn naar de première geweest van Karin Bloemen. Waar zijn we ook alweer gebleven? Het was een fantastische show. Het is echt een aanrader. Daarbij hebben we natuurlijk Holland Zingt Hazes gedaan. 5 avonden. Dat was superleuk met collega's. Fantastische band. Lieve mensen. Geweldig publiek. Dus daar heb ik ook vreselijk van genoten. En daarbij was het natuurlijk ook nog op televisie. Hazes is de basis. En daar heb ik ook veel complimenten over gehad. Dus ja, we kunnen overal een klein stukje van terugzien hier op mijn vlog. Nou, we zijn nu eventjes bij Triple Show Techniek. En ik ga zo repeteren voor Hazes is de basis. Ik ga een duet doen met Johnny Logan. En ik ga zelf natuurlijk een duet zingen. Ons beide grootste hit samen met andere Hazes blijven mij. Maar het is de eerste keer eigenlijk... sinds maanden dat ik weer wat zing, want ik heb heel weinig gedaan de laatste tijd. En ik moet je eerlijk zeggen, het is ook de eerste keer na het overlijden van mijn moeder dat ik weer moet zingen. Dus dat vind ik best ook wel een beetje een soort van gek en spannend en raar. Maar ik ga mijn best doen. Oké, doei doei! We zijn bezig voor de opnames Hazes is de basis. En hier zitten natuurlijk allemaal leuke mensen. Kijk, hier is de make-up. We doen alles in Panama. Hier zit een gedeelte van Lois Lane. Hé hey jongens, dat is voor mij wat daar hangt. Sorry. Sorry, helemaal niet kwalijk. Dat is voor mij. Dat glittertje is voor mij. Wie wilde dat aandoen? Deze? Ik. Ook zien jullie dat hij niet voor mij is. Sorry. Ik dacht dat het een jas was. Excusez-moi. Dit is voor mij de allermooiste. Dat kan voor mij niet lang. De basis. Iedereen hebben Donnie, onze grote vriend. Hij gaat bijna hoger zingen als dat ik ooit gedaan heb. Dat kan niet zo goed hebben. En daar hebben we Chris Cross. Hier. Jongens, doe allemaal rustig aan. Succes. En maak wat moois. Mooie microfoon heb jij. André. Zet hem op. Hij lijkt me steeds goed, hè? Dus? Voorlopig hebben we wel de grootste hit gehad, twee Hazes. Blijf bij mij. Wesley, drinken we nog een drankje straks? Ja, nu. Gezellig in de kantine hier zo. Ja, oké. Okay. Nee, het was heel erg leuk. Het was met name ook heel... Leuk. Er zit een t-shirt in. Nee, de hele sfeer was goed. Goed georganiseerd, goed geregeld. Liedjes van Hazes blijven top. Nee, gewoon genieten. Mooie kleedkamer, Emmy. Niet. Maar dat maakt niet uit. Het is toch wel mijn leven lang zo. Hey Gerard. Ja hoor. Wat gaan we voor gezellig doen vandaag? Wat gaan we doen? Eerst de shirt dan. Eerst mijn shirt dan. Het is schrikken voor de mensen, hè? Ja, voor mij ook. Nou, dat ziet er beter uit met shirt. Jongens, lekker snel gaan. Ja, wat ga je voor leuks doen? Nou, ik ga weer een programma doen. Hazes is de basis. We hebben zo eerst repetities in Panama. En dan ga ik een duet doen met Johnny Logan. De drievoudige winnaar van het Eurovisie Songfestival. Nou, dat is toch een eer. Ja. En ik heb het ook al vaak opgetreden, het is toch een heel aardig jongen ook. En het is niet het makkelijkste liedje, het oud nummer van. The Righteous Brothers. You've lost that loving feeling. Maar je weet, ik repeteer altijd alles uit mijn hoofd. Dus het moet geen probleem zijn. Nee. En waarom is dat nummer? Omdat André het ooit heeft opgenomen met Johnny Logan, volgens mij. Hm. En dat is de reden dat Rachel dat leuk zou vinden als het nog een keer gezongen zou worden. En dat doen we dan bij deze. Wat vitaminepillen erin. Nou, dan gaat hij wel weer. Ik hoop dat ze op tijd werken. Ja, graag ook. Vind je dat het leukste om mee te nemen wat je nou hebt? Moet je goed luisteren. Jij hoeft toch niet aan of wel? Nee.
Gelukkig niet. Hè? Gelukkig niet. Showbusiness, hè? Nou, dat heb jij er nooit van gehoord. Nee. Als grondweg- en waterbouwer. Nee. Naar de heer Perma. Nice, nice. Hey! Ah. How are you? I was worried about keeping you late. Huh? Je was gisteren op. How are you? Good to see you. Nice to meet you. Nice to be doing this with you. Very nice. I'm honored. I'm honored. Hey. Hello. Hey, Richard! Hey. 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 Thank you very much. Love it. Is on this a gig as you, is this crazy like me? Crazy of him. Absolutely. That's, yeah. We come from a generation where you that's have good, to that's good, that's good. This is we work in show business, not yes, business. We work in show business, you know. Very good, very good. So I think I'll wear the black jacket with the silver pants and the silver shoes. The black jacket, okay. Dan moet ik ook een colbert aan, hè? Ja, voor jou mooi. It's okay. The top will be plain black and then just silver from here. Perfect. All the way down. Perfect. No problem at all. Okay, that's another work great with both outfits that you have, I think, the as well. The jacket is no problem. Perfect. Great. Thank you. We zijn bezig met een van de programma's van Hazes is de basis. Nou, hier staat een stukje geschiedenis dat ook de basis is. Ziet er trouwens prachtig uit. Prachtig in dat beeldschoon. En hier zien we Bella Perez, die er natuurlijk ook fantastisch uitziet. En hier hebben we, ik wil iedere keer Bertha zeggen, maar dit Bertha. Bertha. Bente, die ziet er ook geweldig uit. Dankjewel, lieverd, je ziet er ook mooi uit. En daar hebben we Thomas Berger. It's the only John Logan in the world, ladies and gentlemen. Hij won 3 keer het Eurovisie Songfestival. En ik mag vanavond met hem zingen. Ik ben zo trots. Hoe gaat het met jou? Goed. What's another year? Dus ik neem het even over hier. Ik ga even vragen hoe het met hem gaat. Dit is de vlog van Gerard. Ja, dat weet ik toch. Dat weet ik toch. Ja, de vlog van Gerard. Kijk, daar staat hij. Ja. Hij is helemaal in concentratie. Ja, hij is helemaal in concentratie. Maak jij met haar. Echt gepoederd. En... Kijk eens. Hoe voel je je? Heel goed. Ja? Zin in? Altijd, dat weet je Thomas. We houden ervan. Het mooiste jasje van iedereen, ja, hoor. Ik niet dat je met Johnny Logan mag zingen. Ik vind het fantastisch. Ja, we gaan vloggen. Vanavond is de première van de nieuwe show van Karin. Nou, daar hebben we heel veel zin in. En hier gaat het gebeuren. Niet graag in het midden zitten. Nee. Is dat de zijkant een beetje? Hé, hey, mevrouw. Hi. Ik ken haar al jaren. Ik ben even met drop aan het eten. Wat doen we? Drop. Hoe heet het? Om de wijnlucht een beetje te geuren. Alsjeblieft. Met Karin Bloem, wat vond je ervan? Ja, geweldig, fantastisch. Zeg, wat vond jij ervan van de show van Karin? Oh, ik vond het fantastisch. En hoe vond je koor? En onze vriend Frits Hoefnagel? Ja. De enige echte. Goedenavond, ja, jawel. Tegenwoordig shownieuwskenner meer, hè? Ja, zeker ook. Ik herken die ook. Ja, dat is fijn om te horen. Ja. Wat vond je van de show? Wat een wereldvrouw. Dat kan die vrouw echt wat, hè? Ongelooflijk. En aan de piano die 2 uur lang. En met alleen een piano. En omschakelen ook. Alleen omschakelen. Ja, echt heel, heel, heel knap. Diepe bewondering voor deze. Gaat dat zien. Überhaupt vind ik, ik ben superfan van Karin. In combinatie met Cor Bakker, geweldig. En een van onze meest veelzijdige artiesten. En wat ik heel knap vond, dat ze ook al die gordijnen uit het Amstel Hotel en Carré tegelijk weer aan elkaar genaaid hebben bij een aardig. Ja. En dat je daar zo'n feest van kan maken. Nou, ik kan alleen maar zeggen, chapeau! Zeg jullie, wat vond je van de show? Ja, mag ik dat heel even kwijt? Het was een hele leuke show. Ik ga je voor de camera dat vertellen. Nee, maar serieus. Ik ga dat zien. Het is heel professioneel. Cor Bakker en Karin Bloemen. Met elkaar. Ja, mooi. Gewoon doen. Dat is Gerard Joling. Ik ken hem verder niet. Maar hij zei dat hij een klein meisje had. Nee, ik moet op een foto van je met mij. Oh, sorry. Sorry. Ik zou niet weten waarom dit. Ah, jee. Heerlijk. Karin, nee, dit is ordinair. Maria, dit past zo niet bij je. Mag ik niet nog één wijntje? Nee, ik ga niet weg. Morgen voor 2 dagen. Nee. Zeg maar een muntje iedere keer. Nee. Fantastisch dat ik er mocht zijn. Dat je dan dat alleen met de piano met koor, dat is wel de allerbeste. Dan die liedjes van dat weer naar dit. Dat is toch ook. En dat heb ik gegild op het eind met dat. Wat was het schaal? Wat was het? Schaal. Dat is echt letterlijk schaal. Nou, het ziet eruit als een vocht.
Ik ben heel trots op je. Heel knap dat je het zo gedaan hebt. Zou u alsjeblieft even de taxi voor willen rijden, meneer Joling? Rij je met mij mee? Ik rij met jou mee. Oké, dan zorg ik vast dat de deur op slot zit. Jongens, een mazzel! Ja. Jij hebt gisteren een deuk in mijn auto gereden. Nee joh, helemaal niet. Je bent er toch zelf bij geweest? Nee, dat is niet waar. Nou, laten we eens even kijken dan. Nou, hier zo? Echt niet. 100% niet. Deze? Nee, die zat er al in. Die zat er niet in. Die zat erin. En dit heb ik jou van de week gezegd. Hé, waar heb je tegenaan gezeten? En dit? Ook niet gedaan. Heb je ook... Oh, die zat er niet. Jawel. Nee. Jij hebt er gisteravond mee gereden. Jij was er zelf bij de hele tijd gisteravond. Ik heb echt niks gedaan. 100% niet, maar dit is wel heel heftig. Had je dit poepblik niet even kunnen wassen toen je mij kwam ophalen? Ja, maar dat had wel gekund, maar dat heb ik niet gedaan. Die armoedige Fred Flynn in zo'n auto. Ik had zo'n zin in een Sahara-stormpje. Nou, dit is wel erg, maar dit is vandaag gebeurd, denk ik. Nee, maar heb jij gisteravond gedaan bij het theater? Vraag aan Brie. Jij was erbij, niet op Brie moment. Brie zei wel, net op zat wie nou ergens tegenaan, zei ze. Nee, en wie heeft al... Ook wie hij nou? Ook zelf. Of Mark. Dan heeft Mark moet het gedaan. Moet ik een helm anders met jou meenemen? Nou, geen helm, maar ik zou wel een schietstoel meenemen. Hey, doei! Doei, tot zo. Ready, Juliet. Ja, jullie wel voorzichtig met z'n tweeën. Ja, dat komt goed. Hoe laat moesten we er zijn? 4 uur, hè? Nee, nu. Oké, nou, rijden. Staat, ja. Ja, maar dat loopt nog niet. Oh ja, daar gaan we. Ja, we lopen nu. Nou, we lopen niet. Nou, Gerard, dat is het enige. Ik heb even Gerard's vlog overgenomen. Beetje overbelichting. Heb jij nou last van? Nee, dat is niet zo erg. We zijn onderweg naartoe. Ja, als het goed is naar de arena, maar ik vraag me af of we goed rijden. We zijn niet naar de arena, we zijn naar de Ziggo Dome. Wat zeg ik de Ziggo Dome? Ik lig daar toch naast? Ik heb een enige chauffeur vandaag. Ja, weet alleen niet waar die heen moet. Oh, het lijkt wel een vlees aan de auto. Ik heb een whiplash. We zijn 2 stoplichten verder. En we komen veel te laat. Geef toch eens gas met die trapauto. Hartstikke goed. Oh, en dan weet de weg niet. Dat is één drama. 1 dag zonder manager. 1 bak ellende. Zeg eens gedag tegen die man. Dag meneer. Hallo. Nou, wat eens even het raam open doen. Dag meneer. Dag mevrouw Stijn. Alles goed met u? Ja. Ja, heeft u mijn chauffeur al gezien? Oh. Ja, zeg mevrouw Stijn, ze is hier kind, ze is 10 jaar. Ze kennen jou niet meer. Het wordt echt heel erg. Even kijken of het goed gaat. Oh, wat een ellende. Waar kan men nooit op tijd? De bak ellende. Nee, dat gaat heel goed. Gaan we nu goed? Ja, ik zie je toch. Heb jij uit de taxi gezeten vroeger? Nee. Wat ga je doen, Gerard? Ik ga even naar het podium. Barry Pfaff die doet de inloop van alle concerten van de Hazes. Misschien leuk dat hij... Ik ga daar toch niet rond. Jawel. Ja. Ik weet het nou, sowieso is het fantastisch om dat te zien, dat gaat natuurlijk nog zo optreden. Maar hij had net gevraagd of ik het zou durven om nu vast hier te gaan staan. En ik vind wel dat je iets meer muziek van mij moet draaien eigenlijk. Daar bent u toch met me eens, hè? Gelukkig zeg. Nou, we maken er wat leuks van met Chris Thiel. Nou, ik zou doen, maak de gek, zing met me mee en los met z'n allen. Fantastisch toch? Raar dat je op moet. Nou ja. Wat ga je doen, Gerard? Nou, ik heb nieuwe oortjes. Daar heb ik vanmiddag niet mee gerepeteerd. Kijk, deze met steentjes. En die wil ik toch even kijken of ze het doen voordat ik de bühne op ga. Niet dat ik straks de bühne op ga, er is iets mis. Dat zou natuurlijk vervelend zijn. Ja, kijk, hallo. Hoi. Ik ga het even proberen. Waarom? Zeg maar waarom? Ja. Leuk met de oortjes. Ja, zo elkaar. Maar waarom doe je dat testen dan? Nou, je kan niet op die bühne gaan staan en in één keer één oortje niet doet, technisch. Dus moeten we even op zeker. Hans groeit. Behalve je tandvlees, dat trekt op. Is je oude vreugde. Nou, ik krijg een stembandmassage van deze dame. Wat was je naam ook alweer? Hi, Harriet. En Harriet is eigenlijk ook, doet dat altijd bij Roxanne Hazes, bij Samantha Steenwijk en bij Xander Boezier. Maar het schijnt nogal pijnlijk te zijn. We gaan het zien. Ik houd het met mij wel. Het is tenslotte maar
mag iets lager gaan liggen. Iets lager gaan liggen. Het is tenslotte maar 100 kilo wat er op je bek zit. Dat houdt niet. Mijn bril af? Dat moet je zelf weten. Oh. Als je wil zien hoeveel per... Ja. Ik ga je schouders masseren. Ja? En je nek, de schedelrand. De spier, oh, heerlijk. Dit gedeelte. Het is een sportmassage, dus hij is pittig. Oh, heerlijk. Lekker, Gerard. Ja, nou, dit is wel gevoelig. Maar ze wil natuurlijk dat ik het zo direct uitschreeuw. Nee hoor. Wat ben je aan het doen, Gerard? Nou, een beetje mascara erop, want ik heb mijn bril. Ik had gisteren mijn lens in. Het viel me toch niet zo heel erg. Ik heb eigenlijk alleen maar lens in als ik de toppers doe of grote concerten heb. En nu ben ik een beetje het klootviool. Lekker belangrijk. Oh, oh. Heb je nog last van je keel omdat ze erin gekneed hebben? Nee, helemaal niet. Helemaal niet zelfs. Is nou begonnen de show? Vind je voor een p*** vrouwelijk? Ja, echt waar? Ja, echt. Vind je me knap? Zou ik niet zeggen, ja. Ik ben zo knap, ook een beetje zo afgevikt. Ik vind dat zo knap. Oh, lief van jou. Dankjewel. En ik vind jou ook knap. Ik knap voorbij gelopen. Onder de slijm. Maar het is wel de waarheid. Het eerder dan moet ik naar beneden dan? Kortier. Moet ik naar beneden? Waar hoor jij nu? Oh, kleine jongen. Maar slechte zijn er ook. Helaas, het is waar. Maar jij gaat eerst, toch? Ja, jij bent niet eenzaam zonder mij. Ja, ik ben heel eenzaam zonder jou. Ik denk dat daar die jongen nu staat, dat wij nu verwandelen. Maar waarom is niet van die dingen van die squirrels? Ja, dat snap ik dus ook niet. Nee, ik ga naar beneden. Dat je kan luisteren. Doeg! Slechte organisatie, hoor. Ik moet zo'n ding zien hangen. Hoe lang moet ik nog? Moet ik achter jullie? Meneer Gerard. Naar Burgert. Doei! Ik heb hem dan al vergeten. Oh, laat eens een bitterballetje nemen. Wat was je weer goed, hè? Kan me geen reeks geven. Jongens, ik moet, want ik heb nog een klusje Stadskanaal. Ik moet nog een lintje door knippen, sorry. Veel plezier, lieve schatten. De volgende keer, papillure is eruit. Ik zie je naar ze. Ja, doen we. Gezellig. Hoi, hoi. Hoi, doei. Even kijken. Het is de tijd, de hoogste tijd. Humor, bedankt voor weer een avond gezelligheid. Ik moet even een klein colaatje mee. En een watertje. En dag meneer, u komt hier toch weer. Die draagt je zelf. Nou. Ja, die is te zwaar. Maar de kleding kan blijven hangen. Ja. Toch, handdoek, dit en dat. Ik ben dat jullie nog steeds zo enthousiast zijn. Mocht je het leuk vinden om ook op een ander kanaal te volgen, dat kan. Dat kan op YouTube natuurlijk, dat kan op mijn eigen kanaal, dat kan op TikTok, dat kan op Instagram, Instagram Story. En natuurlijk Twitter of Facebook. Lieve mensen, een fijne week. Groetjes van Geer en het allerbeste. Tot snel. Doei.